Nee! Yo gasten, Gamo's, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Jullie waren er waarschijnlijk redelijk veel in getrapt. Gisteren was het 1 april, had ik gezegd dat ik stop met Clash Royale. Natuurlijk doe ik dat niet. Dit is al gewoon een dag later alweer de volgende Clash Royale video. Maar vandaag wordt het wel nice, want vandaag kunnen we mijn seizoensbeloning claimen. Zoals jullie zien op mijn mobiel, ik had de 4856 trofee gehaald. Ik hoef nog maar 2 keer meer te winnen. En dan had ik gewoon zeg maar de visie hoger gezeten. Kregen we 5 epische kaarten meer en nog allemaal andere kaarten meer. Helaas net niet gelukt dus. Ik heb echt mijn stinkende best gedaan om het te halen. Maar ja, het wil niet altijd lukken. Is een beetje balen. We gaan dit seizoen sowieso weer proberen om meeste 1 divisie te halen. En hopelijk die 5000 trofeeën. Want ik ben wel in de buurt gekomen van die 5000. Maar het is me weer net niet gelukt. Maar ik wil jullie eerst allemaal vragen om even dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zouden het kunnen halen. Zo awesome zijn. En abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. Op de 100.000 abonnees. Holy shit. Nog 4000 abonnees ongeveer. En we hebben de 100.000. Maar laten we in ieder geval deze kist maar gaan openen. En gegarandeerd eigenlijk een legendarische. Alles loopt goed. Ja, ik wil wel even goed checken of alles goed opneemt. Want ik wil dit soort kisten, dat moet gewoon in 1 keer goed opgenomen worden. Als je dit niet goed opneemt, zou echt fucked up zijn. Eerste keuze maakt er trouwens geen drol uit. Dit eigenlijk ook niet. Ik ga wel voor boogschutter. Die kan ik eventueel binnenkort een keertje upgraden naar maximaal level. Dit begint er al iets meer op te lijken, maar ik ga wel voor de vliegmachine. Ik gebruik dus allebei niet. En inderdaad krijg je gewoon een legendarische kaart. Helaas krijgen we nu geen koninklijke reus. Of een reusskelet bedoel ik. Dat is de kaart die ik ziek wil gebruiken als epische. We krijgen de duistere prins. Is op zich ook wel prima. Ga ik daarvoor, heb ik al 90 keer de duistere prins. En oké, come on. Een stam of een houttakker. Maakt niet uit. Als ik 1 van die 2 krijg, kan ik hem upgraden naar een hoger level. Dus kom op, 1 van die 2. Oh shit, ik krijg het dus niet. Oh, dit is wel echt fucked up. Nou, trouwens, ik krijg wel de miner. En de miner heb ik ondertussen ook al ziekelijk veel van. Ik heb hem al level 3. En ja, ik ga nu weer voor de miner. Dan heb ik 4, zeg maar, om hem weer verder te upgraden. En dan moet ik er nog 6 hebben. En dan kan ik hem misschien ooit een keertje upgraden naar level 4. Maar ik weet niet. Ik vind het niet een heel geweldig kistje. Want eigenlijk alle kaarten die ik heb gekregen, die gebruik ik persoonlijk niet eens. Maar ik heb ook nog een reuzenkist klaarstaan. En we zitten nu trouwens weer op 4000 trofeeën. En ik heb ook nog een klein kist klaarstaan. Dus die gaan we ook nog even zo allebei openen. Maar eerst even iets anders. Want jullie weten waarschijnlijk wel dat er op dit moment dikke aanbiedingen zijn in Clash Royale. Er is alleen een klein probleempje. Want ik had zeg maar gisteren op 1 april. Ja, ik had die video een paar dagen daarvoor opgenomen. Want ik werk een beetje vooruit meestal. In ieder geval toen had ik voor 50 euro aan kisten geopend. En toen waren deze aanbiedingen dus er nog niet. Dus ik heb voor 50 euro een kist geopend, terwijl dat er nu dikke aanbiedingen zijn die veel voordeliger zijn. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Als ik dit ook weer ga openen, dan heb ik in 1 week meer dan 100 euro uitgegeven aan Clash Royale. Het is wel allemaal heel duur. Het is nu nog 21 uur beschikbaar. Deze video komt vanmiddag online. Als deze video binnen 3 uur de 4000 likes haalt, of binnen 4 uur de 4000 likes, dat is goeie. Dan ga ik vanavond nog al deze kisten openen. En die komt dan eind deze week online, deze video. Dus als we vanavond de 4000 likes op deze video halen, ga ik al deze kisten openen. Want ik zit zelf een beetje te twijfelen. Maar als jullie het echt heel graag willen, dan ga ik het speciaal voor jullie doen. Ik ga nu eerst even deze edelstenen claimen. Magische boogschutter. Ja. Nee, dat ga ik niet doen. Want dat kost weer 40.000 coins. Ik heb nu 200.000. En die 200.000 coins moet ik gewoon bewaren. Want binnenkort kan ik mijn houthakken upgraden. Mijn stam, dat kost al 70.000. En eventueel vuurbal over een tijdje ook. En dat kost ook 100.000. Dus voorlopig kan ik die coins heel goed gebruiken. Maar laten we nu eerst maar even de reuzenkist openen. Kom, even hier wat goede kaart uit. Die ik in ieder geval kan gebruiken. Vuurgeesten, die gebruik ik niet. Dus heb ik niet zoveel aan. IJsgolem ook niet. Zeppen is op zich wel chill. Persoonlijk gebruik ik hem eigenlijk niet. Maar hij wordt zo ziekelijk veel gevraagd in de clan qua donaties. Dus Zeppen ben ik altijd wel blij mee. En we krijgen nog ziek vaak de reus. Daar heb ik er ook al meer dan 800 van. Weer een prima kistje. Maar ik gebruik deze kaarten ook niet echt. Eigenlijk de kaarten die ik gebruik zijn vooral deze kaarten. En af en toe gebruik ik gunsteling in plaats lock. Maar zoals jullie zien, die heb ik ook al maximaal level. Dus dat is een beetje overbodig. Het is wel een beetje lastig, omdat ik al zoveel kaarten die ik heb, die ik veel gebruik aan maximaal level heb, krijg je ze volgens mij ook minder snel uit de kist. Maar nu nog even de kleinkist openen. En hopelijk krijgen we weer even iets goeds. We krijgen als eerst goud, dikke prima, reus,
Zep krijgt een beetje dezelfde kaart als wat we kregen in de reuzenkist. Maar misschien dat het nog kan veranderen en dat we op het eind nog even een zieke kaart kunnen krijgen. Goblins op zich, ja prima. En helaas geen legendarische. Kans was ook wel heel klein, maar je weet maar nooit. Misschien dat we een reuzenskelet krijgen. We krijgen een kanonnenkar. Oké, hier ben ik op zich nog wel blij mee. Want ik zou de kanonnenkar nu eventueel kunnen upgraden naar level 6. En als epische kaart is dat best wel hoog. Even kijken bij epische kaarten. Ja, de meeste heb ik level 4 of 5. Ik kan heel veel trouwens wel upgraden naar level 5 of zo. Maar ja, dat kost natuurlijk veel te veel coins. Want elke keer kost 8000. Als je dat met alle kaarten gaat doen, dan ben je binnen no time door al je coins heen. Maar kanonnenkar kan ik dus binnenkort upgraden. Oh joh, en mijn tornado kan ik binnenkort bijna upgraden naar level 7. Dat is ook wel ziek hoor. Maar laten we eerst maar even een potje gaan spelen. Gewoon met het deck waar ik zeg maar vorig seizoen de 4800 trofeeën mee heb gehaald. Even kijken hoe het nu gaat. Eigenlijk zou ik nu gewoon meteen moeten winnen. Want ik zat heel hoog qua trofeeën zeg maar. Als je 4900 had, werd je teruggezet naar 4300. Dus qua 4000 trofeeën, de mensen die daar terug worden gezet, ben ik ongeveer het hoogste wat kan zeg maar. Dus in principe zou ik dit moeten winnen. Maar je weet me nooit. Misschien kom je net tegen iemand die gewoon een veel beter deck heeft als wat, veel beter deck heeft als wat ik heb. Die mortier die heb ik lekker makkelijk kunnen verdedigen. Dus dat is chill. Die mini P.E.K.K.A. doe ik even met Horde Gunstelingen. Bang wel een beetje van. Die Horde Gunstelingen waren wel een beetje duur om alleen die P.E.K.K.A. te verdedigen. We doen hier even Goblin Bende nog. Dan kunnen twee van die speergoblins iets sneller die baby draak doodmaken. En we kunnen geen damage doen. Oké, dit gaat toch nog een heel lastig potje worden. Dat kan ik jullie nu al vertellen. Ik zou het in principe wel kunnen winnen. Maar het gaat er wel om spannen. Dat is zeker. Trouwens, ik heb nu trouwens een mooie bouwspet op. Als je zelf zo'n mooie pet wil, of wil je zelf een mooie trui of een t-shirt of iets dergelijks, check het natuurlijk. Link staat in de beschrijving. Ondertussen moet ik blijven opletten. Ja, het is natuurlijk mijn eigen kleding. Dus zo nu en dan promote ik het natuurlijk wel. Maar ik denk dat de meesten van jullie dat ook wel snappen. Maar oh shit, die mortier is gericht op mijn tovenaar. Zal mijn tovenaar overleven? Ik hoop het wel. Ja, hij overleeft het. Dat is chill, maar mijn reuzenskelet is helaas wel dood. Maar heb ik in ieder geval die mortier makkelijk kunnen verdedigen. En mijn tovenaar, kan die nog een paar hits doen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Doe hier even een houttakken, vleermuizen. Dan kunnen we het daarmee al mee verdedigen, denk ik. Oh shit, er is er toch nog eentje door. Kom op, even goblinbende. Even snel doodmaken. Ah shit, heeft hij toch weer redelijk wat damage kunnen doen? Oh man, oké, dit gaat toch een verdomd lastig potje worden. Dat durf ik nu wel te zeggen. Die babydraak ga ik niet verdedigen, want anders moet ik er helemaal een horde gunstelingen inzetten. En dat kost 5 elixir en het is maar goed dat ik hem niet heb verdedigd. Want anders had die mortier ziek veel damage kunnen doen op mijn toren. Maar die mortier kan ik nu ook niet echt verdedigen, omdat ik zeg maar geen dure kaart heb. Ik doe nu wel even, ja ik bedoel geen goedkope. Even horde gunstelingen nu wel en dan is daar een vuurbal. Oh shit man, dan heeft hij nu al bijna mijn toren neer. Ik zat net nog een beetje stoer te doen van eigenlijk moet ik dit potje winnen. Want qua 4000 trofeeën ben ik wel een van zeg maar de hogere levels. Maar het zou in principe zou het ook zomaar kunnen dat deze kerel even hoog was als mij. Ik ga na dit potje ga ik even kijken. Hij heeft in ieder geval wel redelijk hoog levels zeg maar qua troepen. Hij heeft daar in ieder geval mijn toren. Het is een beetje fucked up. Wat gaan we nu doen? Ik ga één laatste mega attack doen via deze kant. Oh shit, zet hij net zo'n mortier daar neer. Kan ik horde gunstelingen neerzetten. Zet hij ook nog een kanon daar neer. Ik wil mijn tovenaar daar nog achter neerzetten. Dat kan, yes dat kan. En nog vleermuizen. En dan hoop ik dat ik op de een of andere manier nog zijn toren weet neer te halen. Dat zou heel sick zijn als dat nu nog gaat lukken. Nee, hij zet een zap in en dan wordt het hem niet meer. Ik kan nog even een vuurbal zetten voor de lol. Ik kom nog uiteindelijk redelijk in de buurt. Holy shit, oh nog 115. What the fuck, dat scheelde uiteindelijk nog helemaal niks. Het hele potje ging eigenlijk niet echt lekker. En op de laatste seconde van de game krijg ik nog bijna zijn toren neer. Oh, dat is wel een beetje fucked up. Maar nu zit ik dus weer in de visie lager. Maar uiteindelijk aan het eind van het seizoen komt het sowieso weer goed. Want dan heb ik meestal weer 4800, 4900 trofeeën of zo. Oh ja, ik zal even kijken hoe goed mijn tegenstander was. Zeg maar vorig seizoen. Oh, dit valt een beetje tegen. Was het, ja, deze 4300. Die had ik eigenlijk gewoon moeten winnen. Want als je kijkt naar mijn profiel. Oh nee, dan moet ik niet hier kijken. Dan moet ik hier kijken. 4900 en vorig seizoen 4856. Nou, binnenkort gaan we dus. Ja, dit seizoen gaan we proberen de 5000 trofeeën te halen. Dat beloof ik jullie. En ik hoop dat het ook gaat lukken. Want ik heb dit seizoen zoveel geprobeerd. Je moest het weten. Ik heb zoveel potjes gespeeld de afgelopen dagen. Om toch nog even te proberen. Zelfs vanochtend in bed.
heb ik gewoon nog best wel wat gespeeld om in ieder geval proberen meester 1 te halen. Maar het was me uiteindelijk net niet gelukt en dat was echt ziek frustrerend. Maar weet je wat, we sluiten deze video nog even af met één bliksemkistje. Dat is wel leuk als 250 zeg maar edelstenen. En die heb ik nog precies. Dus weet je wat, dan hoop ik dat we hier nog wat leuke kaarten uit gaan. Nee! Dit... Ik wist niet dat dit mogelijk was! We krijgen een legendarische uit de bliksemkist! What the fuck? Als ik dit in de titel zet, dan denken jullie waarschijnlijk dat dit gewoon clickbait is. Maar dat is het helemaal niet. Nee, dit is echt gewoon legit! We krijgen gewoon 4 verschillende kaarten uit de bliksemkist. Ik wist niet dat dat kon! What the fuck? Zou je ook de legendarische kaart kunnen bliksemen? Ja! Je kan gewoon een legendarische kaart bliksemen. Holy shit, dan wil ik een houthakker of een stam. Oké, kom op. Nee, ik wil niet. Ik wil een houthakker of een stam. Oh, miner is ook chill. We gaan nog één keer bliksemen. Kom op. Yes. Holy shit. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. What the fuck? We kunnen de stam upgraden naar level 3. What the fuck? Niet normaal. Holy shit. Nou, stam is geupgraden naar level 3. Ik wist echt niet dat dit kon. Ik dacht dat dit onmogelijk was. Maar dit is wel super baas. Want nu is stam geupgraden naar level 3. 1 houthakker kunnen we die ook upgraden. En misschien dat we dit seizoen ook wel de reuskelet kunnen upgraden. Oh, dit wordt zo sick seizoen. Ik denk dat we dit seizoen wel de 5000 trofeeën misschien kunnen halen. Als ik de houthakker en reuskelet ook nog weet up te graden dit seizoen, dan moet dat sowieso lukken. En vuurbal weet ik niet. Dat gaat er een beetje om twijfelen. 500 vuurbal is nog best veel. Maar dit is echt niet normaal. What the fuck? Oh man, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Pauze aan mijn merch checken. Link zit in de beschrijving. Maar dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!